Ik ben dus gekilld door een hacker in Fortnite. Ik ben dus achter zijn YouTube kanaal gekomen en we gaan vandaag dus hem samen spectaten in Fortnite. Want het is echt abnormaal, dames en heren, wat voor aim deze guy heeft. Oké, jongens en meisjes, deze kerel of ja, persoon wie het ook is, heeft mij dus gekilld in Fortnite. En vandaag gaan wij dus kijken naar zijn gameplay. Want ja, volgens mij is dit een beetje een hacker, want wat voor aim et cetera hij allemaal heeft, is echt bizar. Dus laat een duimpje achter op deze video, abonneer even op mijn kanaal natuurlijk en vergeet even niet mijn code Chesto met dubbel O te gebruiken in de Fortnite itemshop natuurlijk. Want zoals je kan zien, deze kerel is gedropt in Slappy Shores. Ik weet ook niet of dit een gameplay is waar ik in gekilled word. Volgens mij niet. Want hij speelt dus zoals je kan zien solo squads of solo duos, iets in die richting. Dus we gaan gewoon kijken wat voor ja, zieke gameplay deze guy eigenlijk heeft. Want ik ben dus gewoon benieuwd hoe dit dus in elkaar zit. Want toen ik werd gekilled dacht ik echt van bro, dit is echt bizar. Dit is echt de meest bijzondere guy die ik ooit ben tegengekomen. En ik heb al stiekem naar de gameplay gekeken die hij neer heeft gezet. Dit is echt bizar voor kills. Dus ik vraag me echt af hoe dat precies zit. Want hij heeft echt een bizarre aim. Dus mijn voorgevoel zegt dat hij een soort van ja, soft aim heeft in Fortnite. En daarom gaan wij dus nu gewoon kijken naar zijn gameplay. Dus ook bij de gameplay, zoals je kan zien, een soort van ding aan van dat je ziet wat hij precies met zijn controller doet. En er zit iemand in de buurt met een kroon. Want zoals je kon horen zat daar iemand met een kroontje. Althans, dat liet hij zo, hoe heet dat? Dat liet dat dingetje zien. Dus ik weet niet waar die persoon zit. Die zit sowieso hier binnen. Hij hoort hem lopen, denk ik, of niet? Where he at, bro? Hij heeft geen visual sound effect aan, hoe je dat ook wil noemen. Dit is die NPC die hier loopt. Oh, daar is die. Oh mijn god, hij gaat nog bijna dood ook, maat. Deze guy is nog serieus bijna dood gegaan ook. Holy shit, maar hij heeft wel een kroon. Hij heeft dus nu een kroon. Neemt hij impulses mee, denk ik, of niet? Neemt hij impulses mee? Ja, die Big Bot kan hij sowieso even innemen. Hij kan nu hij speelt wel de game met bouwen trouwens. Dus een normale Battle Royale. Dat was ik nog even vergeten te zeggen. Oké, hij neemt dus impulses mee. Slimme keuze, want die neem ik zelf ook al mee. Ik leid daar iemand. Kijk, hij heeft alleen een SMG. Hij kan echt niet zo heel veel doen natuurlijk, omdat hij alleen maar die SMG meegenomen heeft. Hij shockwave wel naar voren. Oh, er zwemt daar een hele squad. Bro gaat letterlijk een hele squad pushen, of niet? Hij landt in het water. Oké, oké. Ik weet niet of dit NPC's zijn. Dit zou een heel goed een NPC lobby kunnen zijn natuurlijk ook, hè. Bro, je gaat mij niet zeggen dat dit een normale aim is. Laten we heel eerlijk zijn, jongens. Dat kan toch niet? Dit zagen jullie ook, hè, jongens. Oh my god. Oké, die guy is genokt voor hem. Gaat die finishen, wou ik zeggen. Oh my god, bro. Hoe de heck was dit überhaupt mogelijk? Hij heeft een pump nu meegenomen. Hij kan zichzelf even healen met die minis en splashes, maat. Die aim met die SMG, dat was echt niet normaal. Ik zeg je eerlijk, dat was echt bizar. Neemt hij geen AR mee? Hij neemt geen AR mee, bro. Hij gaat proberen die NPC te killen natuurlijk voor die... Ik wou zeggen voor die keycard. Hij heeft een guy gekilled die heet Twitch.tv. Dus het zijn ook wel redelijke echte lobby's, hoor, moet ik vertellen. Maar ik heb dus het idee dat als ik... Oh my god, dat ik dit zo zie. Dat hij gewoon een soort van soft aim heeft. Dat kan toch niet anders, jongens. Check even zijn aim, wat voor shots die is. Hij heeft die keycard nu. Pak hier nog even een kill op alsof het niks is. Ja hoor, kijk, hij heeft 7 kills al binnen. Kijk, daar zit nog niks mis mee. 7 kills is op zich wel gewoon redelijk prima, laten we eerlijk zijn. Maar de manier waarop hij soms aimt, en dat had ik dus ook al het idee van toen hij mij killde, dat ik echt dacht, hè? Hier, nog meer mensen. Oh, dat zijn NPC's. Hij heeft hier nog iemand genokt volgens mij. Kill nummer 8 is binnen. Oké, dan. Oh, hij heeft wel allemaal goede loot, die guy. Kijk, die reboot zit hier letterlijk onder. Oh my god. Volgens mij wist hij al... Oh mijn god, hij wist al dat er iemand zat. En hij neemt ook precies die headshot hit gewoon op hem, zeg maar, hè. Ik weet niet waar zijn teammates nu heen gaan, maar... Hij heeft 9 kills nu al binnen en hij opent die kluis nog niet eens. Oh, daar zit die andere guy nog, kijk. Maar dit kan niet. Dit kan niet. Hoe heb je zo'n... Jongens, laat even in de comments weten, wat denken jullie? Is dit een hacker? Heeft hij een soft aim? Of is hij gewoon goed? Want dit is toch echt bizar. Ik hit dit soort niet met mijn controller. Hij speelt ook controller op de PC. Maar ik raak dit zo op deze manier niet. Er loopt weer iemand hier, jongens. Kijk eens aan. Wat voor aim is dit? Het is echt bizar. Dit is echt bizar. Zoals je kan zien is hij nou richting Brutal Bestie aan het gaan. Daar heeft deze game mij gekilled. En ik denk dat hij op die combat cash afgaat. Is logisch, want dan heeft hij natuurlijk ook gewoon slurps die hij mee kan pakken. Ik weet niet of er andere mensen zitten. Hij gaat gewoon voor de push. Hij is nog goud of is het mythic? Ik weet niet precies welke... rank dit nu is. Oh my god. Oeh, heeft hij slim gedaan. Legendary. Oké, hij pakt dus nog een gouden combat cash. Dus dan kan hij eventueel een gouden pump uitkrijgen. Hij bouwt het eventjes lekker dicht. Zijn bouwkunde zijn ook nog wel enigszins oké, hoor. Maar hij heeft mij gekilled in zero build. Dat is één ding wat ik zeker weet. Nou, zoals je kan zien. Wat zei ik? Een gouden pump heeft hij. Er ligt geen gouden SMG, of wel? Nee, wel. Maat, deze loot moet je niet aan hem geven, want het gaat nu alleen nog maar meer fout. Ik zweer het. Ik ben echt bang voor wat er nu gaat komen, jongens. Echt waar. Die NPC wordt nu gekilled. Kijk, 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 kijk. Maat, hoe heb je zo'n 1 met die SMG? Ik kan daar gewoon niet naar mijn hoofd bij. Er wordt hier natuurlijk ook kaart gefight, zoals je kan zien. Maar
Hij heeft zijn SMG-spray zo erg onder controle. Maar als ik dit met mijn SMG doe... Kijk dan, bro. Dan zit mijn SMG echt in Timbuktu, hè. Dat zeg ik je echt. Ik zweer. Zit hier iemand ook weer voor hem? Kijk, kijk, kijk. Ja, dit is echt insane. Dit is echt insane wat ik hier zie, hoor, jongens. Holy damn. Hoi, en weer een fight. Ja, ik heb dus niet het idee dat hij weet waar iedereen zit. Maar ik heb wel het idee dat hij dus een soort van programma heeft. Waardoor als hij dus op mensen schiet, dat ze aim gewoon altijd op die target zit, zeg maar. Dus of dat een soort van aimbot is, ik weet niet hoe je het wil noemen. Ik denk dat jullie wel kunnen begrijpen wat ik bedoel. Want ik heb wel eens vaker video's gemaakt met dat hij... Of dat er hackers zijn die echt ziet waar iedereen loopt. En ja, dit zijn gewoon NPC's. Maar ook al dat het NPC's zijn, hij heeft alsnog een bizarre aim op hun. Wacht, hoe gaat hij dit doen? Oh, iemand met een zwaard? Oh mijn god, bro. Ja, wat ga je tegen dat zwaard doen? Oh mijn god, hij is al white. En hij heeft hem dood. Bro, dit is echt insane. Zit daar nog iemand? Ik hoef niet eens wat te zeggen toch, jongen. Laten we eerlijk zijn. Wat wil je dat ik zeg? Het is toch echt freaking insane gewoon. Oh, dat shot mist hij dan wel. Even voor de... Oh, hij heeft die MK Alpha. Dat was een guy met de MK Alpha of de MK7. Ik zeg het nog steeds verkeerd, maar... Welke gaat hij nou meenemen? Ga je nou serieus zeggen dat hij de MK7 laat droppen? Dat hij die dropt? Oh, hij doet even de damage checken. Wat is meer damage? De andere. Sowieso dat die meer damage is. Maar of hij heeft het niet gezien, of hij wil hem gewoon echt niet meenemen. Hij laat gewoon de Mythic MK7 liggen. Daar weer iemand. Bro, echt. Ik word gewoon misselijk hiervan, jongens. Ik vind niet gek dat ik gereed ben, hoor, toen ik dit zag. Ik zeg het heel eerlijk. Er bouwt hier iemand onder hem, zit iemand achter hem. Oh, shit. Hij wordt nu wel lijp gecontest. Let's go, bro. Eindelijk een keer. Wat ga je doen? Wat gaat hij nu doen? Hij edit zich toch goed. Hij kan ook wel edit, hoor, jongens. Ik zeg het heel eerlijk. Het is geen verkeerde speler, maar wat hij gebruikt, I don't know. Of het helemaal eerlijk is, durf ik ook niet te zeggen. Maar er zitten wel een aardig wat mensen om hem heen. Oh mijn god, zitten allemaal hier onder hem heen. Ja hoor. Oh mijn god, hij schiet die guy ook nog eventjes gewoon helemaal cracked. Hij gaat er achteraan. Oh, dat is wel een slimme play op zich. Dat was op zich wel een redelijk slimme play van hem. Oh, die guy zit daar voor hem. Oh my god, jongens. Of met zijn SMG aanpakken. En hij moet zijn SMG reloaden. Dat is even matig. Maar hij pakt hem ook gewoon die pump. En zit daar weer iemand boven die tempel. Eerst even die kill finishen natuurlijk, want dan heb je er weer... Echt, bro. Ik vind het echt bizar. Oh, er gaat iemand rocket remmen. Daar is hij net te laat voor. Nou, daar is hij niet te laat voor. Maar hij mist ook weer sommige shots. Waarvan ik denk van, is het dan expres of wat is dit? Zeg maar, snap je? Oh, hij heeft die shockwave launcher. Bro, dat is sowieso een dikke W. Dat hij dat ding heeft gepakt? Sowieso. Ik heb het hem al gevraagd. Laat het even in de comments weten. Wat denken jullie? Gebruikt hij een soort van programma of is deze guy gewoon echt heel erg goed? Ik vind het een klein beetje sus als ik heel eerlijk moet zijn. Maar het kan natuurlijk allebei, hè? Oh mijn god. Ja hoor, bro. Het is echt insane, my dude. Het is echt insane, dit. Zijn hier weer mensen aan het fighten voor hem? Hij heeft er een neusje voor, want hij pusht er gewoon blindelings op af. Oh, er liggen wel een paar mensen nog. Bro, hij ziet die guy niet eens. No way. Je gaat mij niet vertellen dat dit kan, hoor, jongens. Echt niet. No way. Hij zag die guy niet eens door de freaking bosjes. En hij killt hem alsof het niks is. 26 kills heeft hij met nog 7 mensen over buiten hem. Er zit daar een rest iemand. Ja, maat, het is echt insane. Het is echt freaking insane wat ik nu aan het spectaten ben. Het is echt te ziek voor woorden wat ik nu aan het spectaten ben. En jullie trouwens ook met mij samen. Hij gaat sowieso easy de 30 kills halen, dat kan niet anders. Dat is die NPC, die killt die ook nog... Deze aim, Mattie! Deze aim! Nee, die laatste mensen daar aan het fight, jongens. Ik weet niet of het een hele volle squad is. Hij viel bijna dood daar. Ik ga er niet eens meer wat van zeggen. Ik heb er genoeg over gezegd, deze. Hij gaat deze game waarschijnlijk gewoon winnen. Kijk, daar gaat iemand. Dit is ook wel gewoon iemand die een beetje normaal kan spelen, volgens mij. Ik weet niet wat hier allemaal gebeurt, hoor, jongens. Ik weet echt niet wat hier allemaal gebeurt. Gaat hij hem pushen? Jazeker. Oh mijn god. Oh mijn god. Hoe hit hij dit? Doe eens normaal, broski. Ah, dit is sowieso een soft 1. Dit is sowieso een soft 1. Wat kan niet anders, bro. Dat kan oprecht gewoon niet anders. Die hit hij ook gewoon. Maar hij werd zelf nog wel een keer gehit. Dus hij moet nog even een slurpje innemen. Het is nog 1 tegen 1 tegen 1. Of het is een duo tegen de solo. Maar hij gaat sowieso 30 kills pakken. Het is echt te insane voor woorden. Oh, de laatste guy heeft hij gekillt door de storm. Het is een 1 tegen 1. Nou, hoe gaat hij dit uitspelen, jongens? Waar zit die laatste guy te campen? I don't know. Ik weet ook niet hoe lang deze video is geworden. Want het is echt insane waar we naar hebben zitten kijken, jongens. Even serieus. Het is echt, echt insane. Je gaat mij niet vertellen dat deze guy niet iets gebruikt. Dat kan niet. Ik geloof dat ook gewoon niet.
Ik geloof dat oprecht met alle liefde gewoon niet. Hij killt hem gewoon. Ah, bro, het is echt insane. Het is echt insane waar we net naar hebben zitten kijken. Holy shit, door wat voor lijpe gozer ben ik gekild?